Gallagher's High Flying Birds met Riverman. Radio 5. De wereld vandaag. België en bier. Je zou denken, daar is echt alles al over gezegd. En toch blijkt dat er in ons land 70% meer brouwerijen zijn dan 5 jaar geleden. Dat is opmerkelijk, vooral omdat we allemaal minder bier drinken. Het zijn vooral de speciaalbieren die in de lift zitten. En daarmee dus ook de kleine, zelfstandige brouwers. Wij stuurden Matthias Tels naar een brouwer in Antwerpen. Matthias, waar ben je precies terechtgekomen? In de hal van Koen Vier is meer bepaald als de fiere en razend enthousiaste eigenaar van een huisbrouwerij hier in Bergen. Hij is 10 jaar geleden begonnen met bierbrouwen toen er nog helemaal geen sprake was van een retro-hype of wat dan ook. Ingrediënten zoals hop, gist was allemaal nogal moeilijk om daar toen aan te geraken, maar dat is intussen helemaal veranderd. Hier gaan we naar beneden en dalen we af in de brouwerij. Met een beetje hop. Ja, het is heel smal, hè. Klein trapje. Hier gaat het water in en vanaf hier gaan we het brouwsel opzetten. Maar wat natuurlijk ook daarvoor nog moet gebeuren, dat is het recept in elkaar draaien en dat gebeurt hier. Waarom ben je hier eigenlijk mee begonnen? Want als er nu één land ter wereld is waar er al bieren in verschillende soorten en maten zijn, dan is het België toch wel? Dat klopt. En dat is precies ook de reden. Ik wou graag bieren maken die ik zelf heel lekker vind. En die waren er nog niet altijd. Zo kieskeurig. Wel, het is eerder een soort van nieuwsgierigheid, van hoe kan je bepaalde smaken gaan combineren en dat is precies wat je hier in België vindt. Zelf ingrediënten zoeken en recepten proberen samen te stellen. Je ziet hier een paar granen die hier klaarstaan. Die gaan in de molen. En als die molen klaar is, specifiek recept is in elkaar gezet, dan moeten die echt gemalen worden. En dat gaat zo in zijn werk. Ik ga dat hier eens opzetten, dan ga je dat meteen kunnen zien. 70% meer brouwerijen op 5 jaar tijd. Heb je daar een verklaring voor? Hoe komt dat? Er is ontzettend veel interesse in bier, maar eigenlijk gaat het veel breder. Een soort van zoektocht naar authenticiteit die je overal ziet in de hele voedselketen, zal ik het maar noemen. Dus de hele vintage retro hype heeft daar wel wat mee te maken? Absoluut, dat zit helemaal in mekaars vaarwater. Lokale productie, van heel dichtbij, korte ketens. En bierbrouwer is daar een soort van summum voor mij, omdat die link met de natuur er onmiddellijk is. De grondstoffen zitten daar, de granen, de hopsoorten, maar tegelijkertijd ook wel wat vakmanschap. Echt allemaal zelf met de hand die dingen gaan produceren, dat is heel erg leuk. Hier komen we bij de gistkamer. Ja, een soort van bordkartonnen deur die dan wordt opengeslagen. Het is een klein kamertje hier in de kelder. Ja, het is beneden, hè. En hier zit een heel zelfgeknutselde temperatuurregeling, waarbij we de temperatuur in de gaten kunnen houden en sturen, zodanig dat die optimaal blijft tijdens de week dat het bier hier staat te gisten. Ik heb zelf enkele vrienden die wel eens geprobeerd hebben om bier te brouwen. Ik heb altijd geweigerd om daarvan te drinken. Zitten er ook niet al te veel hobbyisten tussen? Dat valt heel goed mee. Om bier het voordeel heeft dat het onderweg het proces moet afleggen op een juiste manier. En het resultaat is meestal behoorlijk. Dus ik denk dat het een goede zaak is dat er heel veel hobbyisten proberen om dat proces onder de knie te krijgen. En zelf onderweg wel zullen merken hoe ze tot aan die laatste stappen kunnen komen. En met al de hindernissen van dien, maar die dingen worden meestal niet geproefd. Dus ik kan iedereen aanraden om de proefsels die je kan proeven, zeker eens te proberen. Doen we afgesproken een behoorlijk biertje. Dan heeft iedereen wel zin in goed. Het bierbrouwen zit in de lift. Wij luisteren naar Axel Peleman en de Gazette voor wij naar de hoofd.